Leven zit vol met bijzondere momenten. We gaan in gesprek met Davy Jansen, die deel uitmaakt van een bijzonder evangelisch centrum. Mijn naam is Davy Jansen, ik ben 52 jaar oud. Van beroep ben ik alarmcentralist en sinds 2000 ben ik bij de Universele Kerk van Godsrijk. Mijn moeder ging naar de kerk en zij zei van ik ga zondag naar de kerk. Ik zeg van dan breng ik jou wel omdat ik toch een auto heb en dan hoef je niet met de trein. Ik ging mee naar binnen, je zit in de banken en je luistert naar wat de pastoor vertelt, predikt. En zodoende realiseerde ik mij dat mijn leven eigenlijk op het punt stond om te ontploffen, laat ik het zo zeggen. Ja, ik kwam naar de kerk en ik bracht eigenlijk een problematische liefdesrelatie mee, zonder dat ik me dat eigenlijk realiseerde. De liefdesrelatie was niet gebruikelijk. Ze was getrouwd, stond op het punt om te scheiden in die zin. Ik wilde graag een toekomst met haar opbouwen en uiteindelijk bleek dat niet te kunnen. Wat de kerk mij geleerd heeft, is mijn problemen te onderkennen en om vooral los te laten. En mijn liefdesprobleem op dat moment gaf ik in handen van de Heer Jezus. Ik liet het ook los. In 2000 ben ik naar de kerk gekomen. In 2002 besloot ik echt om er een streep onder te zetten en voor mij af te sluiten. En mijn moeder belde mij in april 2002 op mijn verjaardag. En ze feliciteerde mij en ze gaf mij ook de groetjes en de felicitaties van de helpster Rosanna uit Amsterdam. En eigenlijk binnen één telefoongesprek is mijn leven veranderd. Want Rosanna is sinds 2002 mijn geliefde echtgenote. Mijn leven is compleet veranderd. Compleet met drie kindertjes. We zijn een lieve schoondochter Rijker. En we zijn in blijde verwachting nu van het tweede kleinkindje die binnenkort geboren wordt. Innerlijke vrede, innerlijke stabiliteit, dat kan ik ook de kinderen meegeven.